Het bewonersplatform Wezenhof heeft de eerste resultaten van een enquête over de nieuwbouwplannen bekendgemaakt. In totaal 560 bewoners spraken zich uit over de nieuwe plannen van Doornik BV die het winkelcentrum nieuw leven wil inblazen. Het merendeel van de ondervraagden staat negatief tegenover de plannen. 6 op de 10 respondenten ziet in de nieuwbouw geen vooruitgang van de leefbaarheid. Er zou onder andere te weinig groen zijn en het gebouw te hoog. De gemeente Nijmegen laat weten dat er wat betreft de hoogte afstemming is gezocht met bestaande bouwhoogtes. Op 29 november zal het bewonersplatform de wijkbewoners volledig informeren over de uitslag van de enquête. Daarna willen ze pas hun conclusies trekken over het plan en dit voorleggen aan de gemeente.